heb er een paar die zijn meer dan 10.000 euro. Even kijken. Blake en Mortimer. En dat is het geheim van de zwaardvis. Dit is een bijzonder fraai exemplaar, zoals dat dan heet. Ja, de laatste keer dat er hier een van verkocht is, was voor 15.000 euro. En ongeveer in dezezelfde staat. Het geheim van de zwaardvis is een van de vele unieke stripboeken die Hans Matla heeft verzameld. Jan Bos van de Koninklijke Bibliotheek zou zijn collectie heel graag willen overnemen. Maar financieel komen ze er samen niet uit. Dat bedrag van 1,8 miljoen is gebaseerd op een taxatie. En je moet het bij elkaar krijgen. Ik denk niet dat het een absurd hoog bedrag was, maar het is wel ontzettend veel geld. Die collectie zal het best waard zijn. Maar je moet dat geld toch op de een of andere manier bij elkaar krijgen. En daar zijn we niet in geslaagd. Hierdoor gaat de stripboekenverzameling een onzekere toekomst tegemoet. Nou ja, die wordt dan, God verhoede het, maar die zou dan weer in stukken moeten vallen en naar andere verzamelaars gaan en geveild worden. En ja, dan is mijn hele levenswerk van de baan. 60 jaar over gedaan om het bij elkaar te krijgen. En dan moet je je eigen paleis weer steen voor steen afbreken. Dat is bizar. Hans Matla is geloof ik op zijn zesde begonnen om ze te verzamelen. En hij heeft kans gezien om een echt prachtige en heel volledige verzameling bij elkaar te brengen. Ik zei al, de KB heeft zich daar in het verleden niet zo op gericht. Dus het was voor ons heel aantrekkelijk om die toe te voegen. Maar het is niet gelukt. En dat is extra zuur voor de stripboekenverzamelaar, omdat hij 2 weken geleden een koninklijke onderscheiding krijgt. Ik ben nu ridder. En waarom? Omdat ik strips zo leuk vind. Verder niet. Ik bedoel, ik ben er mijn hele leven mee bezig geweest. En ik vond het, vond en vind het een fantastisch medium. Jeetje, dit moet toch bewaard blijven? Dit mag toch niet gewoon weer verloren gaan? Dat is toch verschrikkelijk, ja.